Dames en heren, komt dat zien, komt dat zien. De finale video van de BMW M5 is aangebroken. Race tegen de klok, enorme deadline. Heel veel gebeuren, maar het feit is dat hij afkomt vandaag. Want een oud eigenaar meldde zich, Stefan. De vierde eigenaar was ik van de auto. En die wil ook even komen kijken. Dus ik wil natuurlijk wel, als hij naar die auto komt kijken, dat hij natuurlijk helemaal klaar is. Niet normaal, hè? Dat is echt niet normaal, hoor. Maar dat zie je later pas in deze video. Dus als je geabonneerd bent en je hebt die bestelling gedaan van boven de 100 euro... En wat overigens ook zo is, als je bij een Gamma bij jou om de hoek een bonnetje hebt van boven de 100 euro of een van de andere resellers wat je bij ons op de site dus allemaal terug kunt vinden, ga je ook in die welbekende ton. Dan gaan we nou beginnen. Het lijkt wel of dat ze dit leer helemaal in de siliconenspray gezet hebben. Omdat het wit is, valt het niet zo op, maar hij is glad, hé. Dat is niet normaal. Helemaal bruin gewoon. Mensen mee gereden die er eigenlijk niet gewassen hebben, denk ik, of zo. Zo, hij wordt echt mooi wit, hè? Goed. Het residu verwijderen. Maar we gaan hem wel nog een keer doen. Ik ben nog niet gereden. Ja, nou wordt hij echt wit. Mijn water is in ieder geval zo geel als maar zijn kan. Hij is niet alleen schoongemaakt, maar ook de kleur is hersteld. Wat een verschil. Dit stuk is wel gedaan en dat is niet gedaan. Zelfs hier zit die hele gele gloed op, joh. Overstappen naar de interior detail brush. Hierin. Hoppa. Interior towel. Wordt gewoon wit, hè? Gaan we nu even wat tempo erachter gooien, want we willen natuurlijk voordat die mensen hier dadelijk komen, willen wij de auto klaar hebben. Dus ik ben zo weer bij jullie terug. We doen hem even helemaal naar achteren. Of niet helemaal, wel zo goed als. Ja, en die linker die is dus al gedaan. Nou, en als je dat verschil ziet, dat is natuurlijk enorm. Maar dan ga ik je nu even laten zien hoe dat je dat moet doen. Nou, in dit geval werken we van boven naar beneden. Eerst het stuurwiel even insprayen. Zou zomaar eens in het verleden al een keer vervangen kunnen zijn. Het is vooral zaak dat je goed in die poriën borstelt. Laat het op het materiaal inwerken. Dat is één, interior detail brush. Dan doen we eigenlijk de rest van het dashboard doen we gewoon met kleerglas. Want dat vind ik te mat en te mooi om in de mattering te zetten. Wel altijd de richting aanwijzen meenemen. Daar zit vaak heel veel huidvet op. Omdat men dat natuurlijk meerdere malen aan heeft geraakt de afgelopen jaren. Voel je niet te lui om ook even over het dashboard heen te gaan. Dat je geen resten creëert. Zo, dan kan er ook nooit iets misgaan. Echt als nieuw. Ja, echt als nieuw. We gaan daar alleen dit plaatje nog even vervangen voor een originele. Nou, en dan nu misschien wel het moeilijkste van heel de auto. Of althans, wat betreft het interieur. De stoel. Dat zou eigenlijk gewoon elke autohandelaar zou dit gewoon moeten doen. In Nederland. Dan beuren ze allemaal veel meer voor in auto's. Dat is echt zo, hoor. Oh, niet normaal wat hier vanaf komt. Niet normaal. Het is wel... Dankbaar, hè? Want het is echt wel een goede auto. Let op, hè? Als ik alleen al dit doe. Zie je het verschil? En daar komt hij. Hij komt gelijk.
stoppen met de interior mat cleaner. Dat is vanaf nu verleden tijd. We gaan nu over naar de clear glass of de one cleaner. Net wat voor jou thuis het allerfijnste werkt. Kijk, dit is dus een bekend probleem van heel veel 5-series, dat die soft-touch lak onder bij de stuurbediening, dat die loslaat. We hebben dus de plastic paint. Dit is dus de kunststof coating, maar dan zonder weegmaker. En als je die aanbrengt, is het onderdeel weer opnieuw, dan gaat het nooit meer plakken. Fabrieksnieuw noemen we dat. Dames en heren, we hebben net even een broodje op. We gaan nu de voorbumper wisselen. Want, kijk, hier zitten gaatjes in. Het spuitwerk is niet zo mooi, zie je dat? Er zat een hele dikke laag met plamuur op en dat willen we uiteraard niet. Dat Aventuri laten we er wel op zitten. Hij heeft natuurlijk aan het interieur ook wat carbon accenten. Nou, dit allemaal schoongemaakt en gepolijst. Dus ja, het is natuurlijk wel dik. Hoppa. Wachten. Hoppa. Kijk, nou ga ik je dus gelijk laten zien hoe dat je steenslag van je koplampen kunt verwijderen. Dus zo doen we het demontage en alle werkzaamheden nog tussendoor. Kijk, er zitten wat pitjes in. Het beste is gewoon even heel lichtjes schuren. En dan zijn ze weer als nieuw. Kijk maar zo mooi, hè? Mooi glad. Die kan teruggemonteerd worden. Ja. Ik word hier echt een vrolijk mens van. We gaan hem nu helemaal napolijsten en dan zijn we hopelijk net op tijd klaar voordat eigenlijk de oud-eigenaar komt kijken. Goedemiddag meneer. Goedemiddag. Hallo, mijn naam is Hallo. Rick. Ik ben Mark. Hallo Mark. Hey. U bent als het goed is één van de oud-eigenaren van de auto. De vierde eigenaar was ik van de auto. Oké. Ja. En bent u dan ook de eigenaar toen al die spoilers erop zaten? Ik had hem zo gekocht. U hebt hem zo gekocht? Met alle spoilers erop en hij was ook knaloranje. Knaloranje? Knaloranje. Oh jee. Ja, ja. Vind ik niet helemaal bij u passen als ik u zo zie, als ik u mag aanschouwen, als we het dan zo mooi zeggen. Ja, ja dat kan. Ja. Nou, wij hebben in elk geval een race tegen de klok gehad. Oké.
om hem af te krijgen. Ja, ja. Dus ik ben heel benieuwd wat u van de auto vindt. Ik zou zeggen, kom mee. Ik ben heel erg benieuwd. Ja. Heeft u wel al een bestelling gedaan bij ons? Nee. Echt niet? Nee. Nou, dadelijk wel, denk ik. Ja, misschien wel. Ik weet nog niet. Maar u bent dus eigenlijk van de tuning? Een beetje. Ja, nou, ik heb zoveel mogelijk tuning eraf weten te halen nog. Zo, dat is raar. Dat is raar om een keer helemaal origineel te zien. Ja. Mooi, hè? Zo, dat is echt heel mooi. Ja, hij is... Eigenlijk is die standaard gewoon het allermooiste. Is hij het allermooiste? Ja, maar hij is niet helemaal standaard, want ik heb wel een aantal details erop laten zitten. Ja, ja, ja. Maar heel minimaal. Ja, nou moet je dus wel een bestelling plaatsen eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Onderkant. Ja. Had u al ooit vaker van Stipt gehoord? Ja, ik volg al je filmpjes. Oké. Okay. Ja. Nou, toch merkwaardig dat u nog nooit een bestelling bij ons hebt gedaan. Oh, oké, okay, dat heb wel. Één keer voor de RS6 toen. Dan volgt u het echt al heel lang. Ja. Kijk hier de ophanging en zo, ja. Ja, schitterend. Ja, ook toen je nog in Vught zat, toen volgde ik je ook al. Ja, leuk, dankjewel. Ja. Dat vind ik mooi. Je ziet het, de remklauwen, de bouten, alles in de wielkuipen. Echt niet normaal. Hoe netjes. Echt respect dat je dat zo schoon kan krijgen. Ja. Ja. Dat vind ik echt gaaf. Niet normaal, hè? Dat is echt niet normaal, hoor. Ja, u weet hoe dat de auto er zoveel jaar geleden al uitzag, hè? Dus 2018, dat is al 5 jaar geleden. Klopt. En u kocht hem aan, dat is 7 jaar geleden. Al die tijd nog van eigenaar gewisseld en als je dan ziet wat we ervan gemaakt hebben. Ja, ja, dat glom helemaal toen ik hem had nog. Ja, maar het was ook extreem vies. Ja, ja, ja. Echt heel mooi. Dat is echt bizar gewoon. Ga je een bestelling doen? Ik moet er nog even over nadenken. Ja. Was een grapje overigens, hè? Ja, dat weet ik, dat weet ik. Ik moet er nog even heel erg over nadenken, hoor. Nadat de camera uitstaat. Ja, toch wel, hè? Ja, toch wel. Ja. Ja. Nou, je hebt er toch wel 100 euro voor over nu, hè? Ik heb er wel 100 euro voor over. Nou, dan moeten we dadelijk samen eens even wat uitkiezen. Dat is goed. Dat is goed. Ja, ja. Toch maar wel, ja. Ja, ik ga het toch maar wel doen. Je weet maar nooit. Dan gaan wij hem afronden. Dat is goed. En daarmee ook het einde van deze uitzending, wat nogmaals een race tegen de klok was. Ik ben in ieder geval heel blij dat Mark de tijd heeft genomen met wat mailtjes heen en weer. Ja. Bellen met jouw vrouw Melanie. Ja, klopt. Klopt, hè? Ja. Dat je uiteindelijk toch hierheen bent gekomen. En we zijn er allemaal reet enthousiast over. Dus wellicht is de auto ook wat voor jou. En kun je je bestelling plaatsen van boven de 100 euro. En natuurlijk geabonneerd zijn op ons YouTube kanaal. Want dat is Mark natuurlijk ook. Ja. Kijk, ja, hey, dat dacht ik ook. En dan zie ik jullie graag de volgende keer weer.